Hey iedereen en welkom bij de 7e aflevering van de succesvolle netwerkmarketeers. Mark, dat is een week dat we bezig zijn. Ja, dus, ja inderdaad. Onze eerste week zit er bijna op, maar niet voordat we jullie nog een fantastische 7e aflevering geven. En vandaag gingen we praten over de korte, want dat wou jij gisteren al, Steve, want vandaag hebben we over de korte termijn doelstellingen. Mark, ik vind dat jij zo goed kunt vertellen, ik geniet er altijd van. Ik het doen? Ja, doe jij maar. Ja, we hebben het gisteren gehad over bijvoorbeeld sporters met een lange termijn doel, maar met een heel sterk lange termijn doel. Maar die zijn er natuurlijk niet vanzelf. Als je bij wijze van spreken Olympisch kampioen wil worden, of wereldkampioen wil worden, ja, dan gaat er enorm veel werk en voorbereiding aan vooraf. Dus dat betekent dat iemand die ooit op het hoogste schavotje van de wereld wil komen, dat die eerst bepaalde skills zal moeten leren, zal moeten trainen. En door die training eerst interclub kampioen wordt. En dan door verder te trainen en nog beter te worden, Belgisch kampioen, nog wat verder stretchen en dan waarschijnlijk wereldkampioen of er net naast toch op het podium komen. Maar al die mensen met zo'n sterk lange termijn doel, die hebben één ding gemeen en dat is dat ze blijven gaan, maar dat ze ook altijd die kortere termijn doelen zetten. Als je 18 holes wilt halen op een golfbaan, ja, dan ga je de eerste moeten nemen en een tweede en een derde. En zo zien en voelen dat je nog op je schema zit. Huh? Ja. Hetzelfde als mee op reis gaan, hè, Mark? Ja, absoluut. Ook als je op reis gaat. Ja, want, stel, je wilt naar... geef eens iets. Italië iets? Stel, je wilt naar Napels. Napels. Ja, je wilt naar Napels. Of naar Rome. Maakt mij al niet uit. Naar Rome, naar Napels. Ten eerste, dat is eigenlijk te ver om in één keer te rijden. Dus je gaat al moeten plannen van waar gaan we slapen. Waar gaan we dat doen? Gaan we dat voor de tunnels doen? Gaan we dat na de tunnels doen? En ja, bijvoorbeeld, je kunt allerlei tegenslagen tegenkomen met je termijnplannen, met je korte termijnplannen ook. Dus je plant bijvoorbeeld om via Luxemburg te rijden, om dan via Zwitserland. Dus je gaat heel die weg uittekenen en dan kom je er aan die tunnel. Ik wil even terugkomen op wat we ook gisteren gezegd hebben, naar dat gevoel. Mm-hmm. Als het gevoel niet sterk genoeg is dat je echt naar Rome of naar Napels wil gaan, en je komt een tegenslag tegen, dan zeg je, goh, nu dat ik hier sta, ik rij wel naar Spanje. Iets anders is ook goed. Ja. En dan kom je misschien nooit in Napels. Ja. Ja, dat is zo. Dus stel dat zelfs de tunnels van de Alpen toe zijn, en je wilt per se naar Rome, de mensen die daar dan staan, die staan soms uren, als het niet langer is, te wachten om daarin te geraken. En stel dat hij echt afgesloten is, dan ga je per definitie naar een oplossing zoeken om daar toch over te geraken, om daar toch door te geraken. En ik kan u verzekeren, eender hoe, al is het een dag te laat, maar je komt per definitie aan op je bestemming. En als we realistisch zijn, je weet dat je tegenslagen gaat tegenkomen. Ja. Je gaat je planningen moeten aanpassen. Sowieso. Dus... echt waar, het is enorm belangrijk dat je weet waar je naartoe wilt. En om het nu heel even op de netwerkmarketing ook te brengen. Ja. Als je niet weet wat je echt wilt bereiken met netwerkmarketing en je komt een tegenslag tegen, en er zijn heel veel fouten die we kunnen maken, die we allemaal, we hebben al gezegd, we gaan ook onze fouten delen. Ja. Ja, voilà. Dus er zijn enorm veel fouten die je kunt maken. Er zijn zoveel obstakels die je kunt tegenkomen. Netwerkmarketing is echt geen gewone job. Hè? Maar wij zijn er om te helpen, hè, Mark? Ah, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Met onze tips, met onze tricks, met onze ervaring vooral, gaan we jullie helpen. Dus als we die tegenkomen, ja, mensen geraken heel snel ontmoedigd als ze tegenslagen tegenkomen. Dus om daardoor te geraken, om toch die bestemming te bereiken, moeten ze ook echt voelen, moeten ze sterk genoeg zijn. Dus nog eens, mensen, die oefening die we eergisteren hebben gegeven, om eens een blad papier te nemen of een boekje en eens op te schrijven wat je wilt, op familiaal vlak, op financieel vlak, op persoonlijke ontwikkeling vlak, het maakt me niet uit. Schrijf ze op, zorg dat ze sterk zijn, lees ze af en toe nog eens en ga ervoor. Hè. Ja, voor mij, mijn korte termijn doelstelling, misschien is het een middellange termijn doelstelling, maar het eerste stap die ik zeker wil bereiken,
is met netwerkmarketing genoeg verdienen, zodat ik mijn andere activiteiten kan stoppen. Ja. Dit is wat ik echt wil doen, waar ik plezier in heb, waar ik gewoon in geloof, waar ik toekomst in zie. Er is voor mij geen andere optie. Nee. En daarom is mijn eerste doel, mijn andere activiteiten kunnen stoppen, maar voordat ik dat kan doen, moet het natuurlijk realistisch zijn. Gewoon het een en het ander met te doen. Ja. Ja. Het leuke aan netwerk marketing is dat eigenlijk dat pad dat niet onbewandeld is. Het leuke is dat al miljoenen mensen dat hebben gedaan. Dus in feite is het heel leuk, want die korte termijn doelstellingen die zijn zo haalbaar, die zijn zo afgestemd op mogelijk voor iedereen, dat het eigenlijk een plezier is om daarmee aan de slag te gaan. Dus blijf ons zeker volgen. Ja. Elke dag. En we gaan komen bij al die obstakels, maar bij al die tips en tricks om daarover te geraken. We zijn hier om jullie te helpen. We zijn hier om jullie geïnspireerd te houden. Dus, ja. Ik wil toch nog even op een puntje komen, Mark. Eentje? Oké. Ja, maar eentje. Dat is keigoed. Fuck me. Jij kunt fantastisch babbelen, vind ik. Okay, ik moet hem ook intomen, want voordat we weten is hem in een uur nog altijd aan het praten. Ja. Je hebt ook in het begin gezien, Mark zegt tegen mij, begin eens een keer over korte termijn doelstellingen. Mm-hmm. Wat heb ik gedaan? Mark, begint jij daar maar over te vertellen? Ja. Het is van mij een leerpunt om op dezelfde manier te kunnen vertellen, maar ik ben ook een stuk mezelf gebleven. Mm-hmm. Ik heb ook mijn sterke kanten. Ik mag hier alle technische doen. Ik kan dat niet aan Mark geven, want dan weet ik dat het mislukt. Dan verdwijnen we van het beeld. Ja. Dus ik steek daar tijd in. En ondertussen, door met u samen te werken, leer ik van u, Mark. Ik ook. Technisch. Ik heb vandaag eigenlijk veel geleerd, deze zevende dag. Echt waar. Ja. Dus ja, klopt. Blijf zelf blijven. Wees authentiek. Doe waar je sterk in bent. Er zijn zoveel manieren om op de juiste bestemming te komen. Ik heb een duidelijk doel. Ja. En op weg naar mijn korte termijn doel leer ik van Mark. Ja. Hoe fijn is het? Dat is wederzijds. Tof, hè? En zo worden wij de succesvolle netwerkmarketeers. All right. Tot morgen. We sluiten af deze keer. Blijven aanduiden beneden. Dus abonneren, liken. En we zien elkaar morgen gewoon terug. Tot ziens.